daar waren we weer. Ja. We zijn nu bezig met een hele grote kraan, maar oké, maakt niet uit. Kijk. Wat ze aan het doen zijn, weet ik niet. Het zal wel, allemaal. Ik vind het allemaal prima. Ja. Die eventjes doen. Ja, ik heb nog niet heel veel gedaan. Het is 3:30 zo. Even kijken. Lieg ik of lieg ik niet? Ik mag nou niet kijken voor mijn lieve camera. Oh jawel. Het is nu 15:47. Nog niet helemaal zoveel gedaan. Ik ben hier ook helemaal nog lekker. Mijn hoofdpijn en ik was al wel wakker, maar. Ja. Komt ook wel weer, ja toch? En dan lekker hondje aan het uitlaten, dat is heerlijk weer. Alleen ik krijg weer lekker lamme armpjes, omdat ik weer lekker film met mijn telefoon. Hey Mutti! Ja. Het is heerlijk weer. Ik ga gewoon even lekker zo meteen zitten op het bankje. Ja. Ik vind het wel heel mooi dit. Geweldig. Ja. Ik kreeg al te horen van mijn mannetje dat ik vaker zo moet filmen. Nou, en dan doe ik dat toch. Neem ik gewoon mijn andere camera gewoon even niet mee. Neem ik het alleen mee als we lekker samen gaan. Vind ik ook goed. Ja. Dat vind ik ook helemaal niet erg. Wijfie, ik ga hier zitten hoor. Meisje. Hier even lekker zitten hoor, schat. Wat ga jij allemaal doen dan? Wat ben je allemaal aan het doen? Oh, mevrouw, ik moet nog even doen. Ja, ik was even aan het wildplassen. Zeg maar. Kom maar. Kom dan. Kom voor dan. Nee, nog geen zin in. Gaan we doen? Ja. Wij mogen niet wildplassen en de honden wel. Kijk, dat is leuk. Kom voor. Kom eens voor dan. Ik weet niet of jullie haar kunnen zien. Ja. Kom voor. Nee, nog geen zin in hoor vandaag. Nee. Echt niet. Kom voor. Ga mee. Heeft het nog geen zin in vandaag? Nee. Nee hoor. Heeft echt zoiets van, bekijk jij het maar. Ik kom zo wel. Ja. Heeft er geen zin in nog. Nee. Maar ik zit wel even lekker zo. In het water. Ja. Maar ze komt er toch wel zo aan. Kijk. Kom voor. Ja, kom hier. Ze wou even spelen met dat hondje. Dat is een hij. Maar hij wou dat niet. Nee. Nee, ze zit nou gewoon weer aan de lijn. Zoals het behoort. Ja. Hij zit weer aan de lijn. Wat gaan we nou doen dan? Koekie halen? Hé. Hey. En mijn koekie halen. Mijn koekie halen? Waar is koekie? Hé? Ja, koekie halen hè. Ja, nou, wij gaan koekie halen. En dan wachten op mijn ventje. Ja, kom even wachten op mijn ventje. Ja. Dit is veel te lang om alleen te zijn met hem. Zonder hem. Ja, nu al. Maar zo denkt hij er ook over. Veel te lang. Maar ja. Het is weer voor een goed doel. Ja. Voor een heel goed doel dit. Dus dat doen we er maar weer voor. Hè? Goede doelen zijn altijd goed. Vind ik mezelf maar weer. Ja, en ik heb me daar niet op gemaakt. Geen zin in. Geen nocht in.
Ik vind alles prima. Nee, vanavond even, ja? Gaan we vanavond maar weer even, oké? Ja, kom. Nee, even er bovenop, veel leuker. Nee, kom. Waarom die niet? Nee, niet meer. Mag ik hier door? Kom dan! Nee! Kom dan! Niet! Zijn nu lekker aan het komen? Jij dan? Lekker laat, nog half tien. Zoiets. Dat mag maar ook gebeuren. Het was een beetje laat vandaag. Nee, worden geweest. Een beetje files. Bij Utrecht, et cetera. Dus, plekjes, bonbon, tip. Dus, gaat zeker smaken. Is het uitgedroogd? Nee, oh. Leek zo. Ah. Maar je hebt een bijzonder efficiënt kruidenrekje. Efficiënt vind je? Ja. Dank je. Kun je in één keer alle kruiden tegelijkertijd pakken. Zoals alles hier goed georganiseerd is. Zelfs de afwas. Ja, Amerikaanse wassen. Boerenkool met spekjes, denk ik. Dat klinkt goed. Ja, dat is het ook. En bij Pinterest kun je dat vandaan halen. Pinterest, oké. Okay. Ja. En dit is gewoon een kaaskandelaar. En heb ik gewoon een oud bordje erop geplakt. En met secondenlijn. En ik kan hem gewoon optillen. Ideaal. Ja, alleen hij trekt hem al wel een beetje scheef, maar dat is logisch. Omdat het vochtig is. Ja. Oké. Lekker. Dat is logisch, dus... En je had je handdoeken ook op een speciale manier georganiseerd. Ja, ik heb wat meer licht voor hier voor. Laten zien. Alle handdoeken, netjes. Die pakjes kun je halen en bij de action. Bij de AC-deal. Alles netjes georganiseerd. Geen rommel in huis, handig. Ja, en dan heb ik hier ook alles netjes en georganiseerd. Hier heb ik alles netjes georganiseerd. Ja, alleen hier moet ik nog wat beter gaan organiseren. Ja. Daar wil ik dus nog zo'n douchegordijn dingetje. En dan kan ik daar ook al zelf voor. Oké.
Ook weer van Pinterest dan. Natuurlijk. En dan wil ik hier dus nog zo'n kruidenrekje hebben. Dan dat mijn gasfornuis een stukje die kant op gaat. En dan zo'n apothekersrekje. Zo'n huisschuifrekje. Ja. Dit is ook erg handig. Telefoon niet klaar bij het koken. Yep. Ja. Zo, en wat ben jij lekker aan het eten, schat? Oh, en waarom is het erg lekker dan? Heb ik ze gekocht? Nou, ik niet hoor. Nee? En maar de GE. Okay. Ja. Maar ik had begrepen dat jij op een pak gevuld koeken mocht even bijten. Van bepaalde broeren van jou. Ja, en maar dit is, en maar dit is een hele andere en gevulde koeken. Nou, dat is een andere broer. Nee. En ik ben er ook één. Mm-hmm. En hoe was de files? Het was gelopen, niet alleen. Zo, en dat is een aardig stuk, 3 uur lang in de file. Ja, dat is... Ja, dat is een pittig stukje. Toen viel mijn gevulde koek zo wat uit elkaar. Ja. En wat dus morgenavond om 8 uur komt. Ja, op RTL 4. Ja, en dan komt... Ja. Ja. Dus wij kijken vooruit. Ja. Ja. Gaat het niet goed aflopen? Nee. Verklappen we niet te veel? Ja. Dan gebeurt er eigenlijk niks met de roze. Nee. Maar je vond bepaalde acteurs beter dan andere acteurs? Ja. Ja. Nee, dame. Ja. Wel waar. Nu wel. Ja. Nee. Ja. Ja, je hebt wel mij toen van de weg was. Dat was een hele week. De kip uit het oog. Ja, misschien. Ja. Zal ik voor je koken? Ja, lekker op de bank. Mooi, niet? Niet? Nee. Niet test. Nee, ik heb een paar. Ik heb er 2 en jij de rest. Al die kleintjes gedaan. Oké. Okay. Nou, tweede kleintjes maken 1 grote. Ja. Ja. Je had die grote gedaan. Precies. Dan deed jij die aardappelen in een andere pan met boerenkool erbij. Ja. En ik heb de spekjes in de pan gedaan. Je hebt het aangezet. Je hebt de kip in de pan gedaan. Ook lekker. Al heel lang. Al vanaf vanmiddag. Ja, vanmiddag, ja. Dat ik de kip niet meer erover zet. Nee. Een speciaal recept van bij elkaar gekocht. Mhm. En maar voor 2 euro en dan mag jij het helemaal opeten. Alleen maar de amandelen niet. 2 euro. Ja. Hebben we toch allebei? Ja. Jammer nou. Ja. En maar hoe was je cursusdag dan weer vandaag? Dat was voornamelijk bezig met kamer. Ja. Want ik kreeg een bord. 2 bandcontacten. Een AOP. En wat is een AOP? Abonnee, overnamepunt. Vanaf daaruit mag je alle kabels zelf regelen. Van daaruit ging het kabeltje naar splitter. En van splitter ging het weer naar iets anders. Oké. Okay.
Oké. Hier zijn de 6 kamer. Ja. Zijn de kamer van AOP. Ja. AOP gaat naar de 7 kamertje. Naar Pitter. Weer een andere kamer. Naar de... Oké, dus je hebt gewoon een hoop geleerd. Ja, allemaal krimpen. En dat was gewoon eigenlijk over en over de hele dag? Emma die was even een beetje te laat met opnemen, had ik begrepen. En diegene en belde je daarna weer zelf weer terug. Ja, dat klopt. Dat vertel dat daar wat over. Nou, omdat ik geen belterop meer heb. Ja. Kan ik alleen maar bellen als ik wifi heb. Via de WhatsApp. Erg handig. Dus ik denk, misschien zijn bepaalde iemanden wel wakker. In mijn eigen hoofd van, ja. Omdat het niet zo goed met haar ging. Ik denk van, nou... vragen. En nou, denk ik dat ik zit te slapen, dus ik heb je opgepraat. En even later word ik teruggebeld door een bepaalde iemand. Ja, dat is een wel opduidelijk gesprek. Alleen, ik zat heel krap in de tent aan een kwartiertje de tijd. Nou, bijna. Over de hele terugreis. En hoe heb je dat ervaren? Dat was ook bijzonder. Want? Ja. Station. Uiteindelijk eentje gevonden. En toen weer de snelweg op. Toen denk ik dat de file weer een beetje weg was. Moet je meer verder op kunnen komen. Ja. Dan kan iemand er weer. En hoe heb je dat ervaren? Geïdentificeerd. En daarvoor moet ik een informatie krijgen. Wie gaat naar de hand? Ja. En wat vond de desbetreffende chauffeur ervan? Het is ook informatie, ik weet het zelf niet dan. Op het moment dat er doorgereden kan worden, dan is het vraag van nou. Ja. Hier mag ik 7. Ik rij 110. Mag ik dan rechts ingehaald worden? Nee. Nog meer wachten. Eindelijk weer file opgelost. Ja. Stevig doorgereed, laat ik het zo maar even noemen. Oké. Okay. Dus op een bepaald moment staat er weer zo'n bord met een rode rand en wit in het midden en een cijfer 70, getal 70. Dus ik stel de vraag, mag ik hier 120 rijden? Bepaalde iemand die ik aan de telefoon had. En het antwoord erop was er nou eigenlijk niet. Dus ik zeg, ik zit nu met z'n drieën in de auto, mag ik dan 210 rijden? En toen werd er van de voorkant van de auto heel hard gelachen. En het was er dan nog een beetje verder ingeduwd. Oh, Dus ik denk van nou, dit is een kwestie van rijbewijsinvorderen. Ja. Er zijn ook altijd wel camera's voor het wegbeheer. Niet in de. Welke tunnel was dat dan?
Oh. Ongeveer op de hoogte van? Oké. Ja. Zo. Ja. Dat was wel grappig. Dat hij de volgende snelheid langs de politiebureau heeft. Zeg, nou, dat kun je niet zien. Dus, ja. Dus ja. Ja. Ja, de huidige niet thuis. Nee. Nee, dat is te ver. Ja. Nou, jongens mee richting huis te gaan. Van jou, als je vriend gaat vanavond, jij terug zwaar. Jongens, jij vreselijk lachen. Dat ik denk dat jij vreselijk. Ja. Zij kijken, wat ziet hij dan? Waar ziet hij dat? Nou, niks meer in, zetten we thuis af. Ja, je moet nu gauw naar buiten gaan. Dat was ik dus van plan. En toen kwamen we nog een andere hond tegen. Ja, nog een witte hond. En zo'n lieve Roxy. Roxy was zo lief. Ja, dat is leuk. Ik gewoon heel even. Ik denk, hang maar op, zie je zo. Ja. En je had ineens niet door. Ik ben alleen aan het praten. En je hangt zomaar op. Dat vind ik niet eerlijk. Dat vind ik niet lief van je. Ja. En woensdag ga ik er naar de kapper. Zo moet je de kruin laten afknippen. Ja. Nee, zo groot ook niet hoor. Nee. Nee. En maar wat wil jij nog even van de kijkers weten? Of heb je een vraag en naar de YouTube-kijkers? Eigenlijk onze wekelijkse productreview van de Acetion is weer aan bod. Of de wekelijkse productreview van de Vibra. Welk product zou er moeten worden gereviewd geweest worden? Ja. Als het in de comments achterlaat wordt, dan gaan wij nog proberen het. Ik heb het even op te pakken natuurlijk. Dat zou wel leuk zijn. Dat zou heel leuk wezen. Ja, en wat gaan we dan zeggen? En naar de kijkers. Kijk er ook erbij. Zo. Het wat zeggen wij? Tot de volgende keer.